Nou, ze hadden vorige week hadden ze een afspraak met de zaakwaarnemer van Alfred. En daar zou uiteindelijk over hem gesproken worden. En er zou uiteindelijk de deal doorgaan of niet. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Althans, is het duidelijk geworden dat hij niet verkocht is geworden. Hmm. En de afspraak die we gemaakt hebben is van oké, dan zetten we daar ook een punt achter. Want wij willen ook gewoon verder ons goed richten op het komende seizoen. Op het seizoen wat al bezig is. En niet op het allerlaatste moment daarin verrast worden. Ja, dus punt, hij blijft. Dat is de afspraak, ja. Ook als er nog een absurd bedrag als of 10 miljoen of meer geboden wordt. Dat is wel wat we afgesproken hebben. Finn Bogason bloot dus. Maar het is nog maar de vraag wat Sven Koems zich bloot. De Belgische midfielder is in parteer met Sulte Waregem. Koems en Sulte Waregem binden het nog net uit. En Heerenveen en de Belgische club gaan nog geen contact horen. Koems is er net blij mee dat hij zijn basisplak kwijt is. Maar hij is nog leuker dat hij nauwelijks uitlis gekregen had. Ik heb een fijn gevoel omdat ik weinig uitleg heb gekregen. En ook omdat ik toch vorig jaar tweede aanvoerder was. En daar heb ik ook weinig antwoord op gehad. Maar je hebt weinig uitleg gekregen? Ja, vind ik wel, ja. Heb je er nog wel om gevraagd? Nee, want zo ben ik niet. Ik train gewoon, ik doe mijn best en ik train gewoon goed. En als ik moet spelen bij de belofte, dan doe ik dat ook gewoon goed. En dan, zullen we wel zien. Ik heb wel een aantal keer wat tegen hem verteld en het proberen uit te leggen. Alleen ja, als het steeds hetzelfde is, dan pas ik er ook voor om daar steeds hetzelfde tegen te zeggen. Dus ik kan me begrijpen dat hij teleurgesteld is. Morgen dus de wedstrijd tegen Ajax. En het is even de vraag hoe Van Basten Spiljesil. Dijks keert waarom van een schorsing, maar er binnen een paar vraagtekens. Zie ik dan op de linksbuiten in plaats van Wildschut van de Berger op het middenveld? Nou, we hebben een aantal variaties deze week en gisteren getraind. En, ga het niet vertellen, geloof ik, hè? Als je goed oplet morgen, dan kom je er op tijd achter. Oké. Dank voor de tip. Alsjeblieft. Ja.